Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Hoe lang blijft HHC Hardenberg nog ongeslagen in het jaar 2018? Dat is de grote vraag als Hans Kraaij junior en FC Linde op bezoek komen. En hier de eerste goal is in de wedstrijd van Rens van Bentum. Klein beetje geluk natuurlijk, maar wel een hele mooie aanval. In eerste instantie Goury en uiteindelijk van Bentum die hem dan maakt. En de 1-0 dus voor HHC. Lekkere start van de wedstrijd. Aan de andere kant dan de ploeg van Hans Kraaij junior. Geurts kan opruimen. Goeie lange bal. En daar gaat Van der Leij. Hij staat geen buitenspel. Komt hier de 2-0. Dat zou wel moeten. En het is ook zo. 2-0 Rob Van der Leij. Prima doelpunt van HHC. Ja, het is nu misschien wat koud om met je jasje te gaan gooien. Maar goed, dit soort getier langs de zijlijn. Ja, je moet het ook maar willen als club. Goed, goede goal dus van Van der Leij. 2-0. Kraaij die maakt zich zo ontzettend druk dat hij beter zelf in het veld kan gaan staan, zou je haast zeggen. En ondertussen gaat HHC maar door. Hier is opnieuw Van Bentum en... dit keer is het niet raak. Wel een goede mogelijkheid. Ja, het is wat koud. Kun je een verkoudheidje van oplopen, Gert-Jan Karsten. Maar weinig tot zorgen verder. Want het gaat wel heel erg goed met zijn ploeg. Hier een goede kans voor FC Linde. En goed weggewerkt van Werkman. En HHC blijft gaan. Zocht veel de flanken. Van Bentum zoekt de vrije man. In dit geval is dat Metai en die haalt uit. Maar de richting had beter gekund. Hier gaat Danny Bouws. Wat is die toch snel, hè? Belangrijk hoor in de ploeg van Gert-Jan Karsten. Hemmink. Kan hij het afmaken? Jazeker, 3-0. Einde wedstrijd. Nog voor rust beslist HHC de wedstrijd. En dat is wel een lekker gevoel. De ploeg van Gert-Jan Karsten is in bloedvorm. En dat is wel heel erg fijn. En dus kan ook mevrouw Hesselink rustig een visje gaan eten. En die smaakt met een 3-0 voorsprong net even wat lekkerder. Van Bentum. Net naast. Nog wel een corner. Maar die corner die zou niets opleveren. Vrije trap HHC. En dan zet HHC toch wel hele goede resultaten neer hoor, na de winterstop. Werkman! Oeh! Die had eigenlijk wel op doel gemoeten. Sterker nog, die had er gewoon in gemoeten eigenlijk. Van Bentum. Met een beetje mazzel krijgt hij de bal terug. En dan is dit echt niet lekker. Ziet er niet goed uit. Ernstige blessure. Ja, dit is echt verschrikkelijk. Als je zo het veld af moet. Hopelijk valt het mee. Maar dat bleek achteraf van niet. Kapotte knie. Hemmink. Oeh, op de paal. Ja. Zij konden genieten van hun ploeg. Manuhutu, Hemmink. Goed balletje. Bouws. Ja, dit is toch gewoon heel mooi gevoetbald. Dit is toch een prachtige aanval van HHC. Wat wil je eigenlijk nog meer? Prachtig voetbal op de Boshoek. En HHC weet van geen ophouden. Hier gaat Reinders. The icing on the cake, zoals het dan zo mooi heet. 4-0. HHC scoort 13 keer in 3 wedstrijden. 9 uit 3 na de winterstop. Dat is een heel erg lekker gevoel. En dan volgende week opnieuw een thuiswedstrijd tegen Barendrecht. Maar nu eerst genieten van deze overwinning. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.